Ja, masterclasses. Dat is een serie aan dagen die het praktijkonderzoek organiseert voor agrarisch onderwijs, voor leerlingen. Per masterclass hebben we een programma wat we zo afwisselend mogelijk proberen te maken. Dus een klein beetje presentaties, maar niet te veel, want die jongens hebben ook niet zoveel rust in hun kont. En daarna zoveel mogelijk doe-dingen, waar ze zelf aan de slag mogen of demonstraties krijgen. Of zoals nu, dat we op excursie gaan naar een bedrijf. Als docenten hebben wij daar een heel erg goed gevoel over. Met name omdat de leerlingen op deze manier toch heel dicht bij de praktijk komen. En ook heel nadrukkelijk het nut en noodzaak van het onderzoek hebben leren zien. De masterclasses is vooral interessant vanwege het feit dat er een directe samenwerking is met het PPO. En we dus heel dicht op de praktijk en de innovaties en vernieuwingen zitten. En wat ik zelf ook als heel positief ervaar is de samenwerking met de andere scholen die aan dit project ook deelnemen. Ik werk bij de Nauw Tuinbouw in Roeren van Esveen. Deze dag heb ik geleerd over ziektes en vooral over schimmels die in bewaring voorkomen tijdens het proces van teelt naar verkopen. Het leuke aan de presentaties vond ik dat de mensen heel erg enthousiast en gepassioneerd aan het vertellen waren over wat hun deden. Ik werk bij een vermeerderingsbedrijf en wij zaaien jonge plantjes. Nou, het leukste is om het gewoon met mensen over hun vakgebied te hebben. En weer andere vakgebieden te spreken dan waar je zelf mee bezig bent. Ik volg de opleiding plantenteelt in Hoorn. Dat is niveau 4. Dan moet ik 2 dagen naar stage en 3 dagen naar school. Het leukste vind ik toch dat de onderzoekers zelf een woordje doen. Daar leer je ten eerste heel veel van, waardoor je dat thuis kan begrijpen en zeg maar, nadenken en toepassen. Wat nog meer leuk is, is het leren van andere opleidingen, hoe hun er tegenover kijken. Hoe ik de kennis toepas? Nou ja, ten eerste, ik heb het er veel over met mijn vader. En dan leert hij nog wat van mij. En mijn vader geeft ook nog weer extra informatie hierover, waardoor ik ze thuis ook kan onderzoeken, om het zo te noemen.